Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben echt 3 dagen super ziek geweest. En ik ben vandaag iets beter, dus ik heb vandaag lekker gedoucht, mezelf klaargemaakt. Ik zie er echt kapot chic uit, maar ik leg jullie even allemaal later uit hoe en wat. Ik ben nu dus onderweg naar Honi en de brug gaat nu open. Ik had daarnet geappt van ja, ik ben er bijna en nu gaat de brug open, dus moet ik hier nog even wachten. Kijk, ik sta hier te wachten voor de brug. In ieder geval, ik zal nog even vertellen waarom ik er zo chic uitzie vandaag. Want ik heb echt een jurkje aan. Van Pretty Little Thing en een jasje erover en zo. Panty, hakken, alles. Maar het komt omdat ik zo'n campagne ga shooten. Ik heb een paar dagen geleden dus foto's gemaakt voor een campagne. Maar ik was er echt absoluut niet blij mee. En ik heb nog tijd om ze opnieuw te maken. Dus dat ga ik gewoon vandaag doen. En Honi gaat me vandaag erbij helpen. Dus dat is een beetje de planning. Ja. Ik had vanochtend eigenlijk nog 2 andere afspraken. Maar ik voelde me echt zo belabberd ochtend. Pas na het douchen voel ik me eigenlijk een beetje beter. Dus ik ben echt blij dat ik niet ben gegaan. Ik ga vandaag gewoon lekker rustig aandoen. Ik ga dus foto's maken voor de campagne. Ik ga even lekker gezond eten. Misschien nog een sapje halen. En ja, dat zit een beetje. Oh jongens, dit duurt echt zo lang. Ik ben hier echt nu al klaar mee. Kijk hoe cute is het printje van mijn jurkje. Echt zo cute. Hij trekt alleen wel echt veel stof aan. Ik heb vandaag zo'n sneak ketting om van Brel. Dit kan ik dus ook gewoon dragen als armband, als enkelbandje. Want het is allemaal verstelbaar. Echt super handig. Maar ik vind de ketting echt het leukste. Ik kreeg laatst trouwens een boze DM van een meisje, van een jong meisje. Dat ik te veel over eten praat in mijn vlogs. Ja, dat klopt. Maar dat gaat denk ik ook niet veranderen. Dus als je daar echt niet van houdt. Ze zei zelfs. Ze zei zelfs dat ze er misselijk van werd. Ik ga helemaal stuk. Jongens, doe even normaal. Maar als je niet van eten houdt, moet je echt niet naar mijn vlogs kijken. Hollijk stuk. Eindelijk aangekomen bij Honi. Eindelijk. Ja, moest voor de brug wachten. Yes. Heb je lang moeten wachten of niet? Nee, ik heb al de zak weggegooid. Oh, chilling. Met jou altijd. Ik krijg ook altijd veel complimentjes onder mijn vloggen. Wie? Jij. Ik ben gewoon lekker relaxed. Je hebt altijd de verkeerde route. Altijd de brug. Jongens, we hebben toch besloten om even wat te drinken. Bij het Marriott Hotel. En het is tegenover het Centraal Station. Het ziet hier echt heel mooi uit. En wij zitten nu hier aan de bar. Ik heb een cappuccino besteld en Honi heeft een latte macchiato. En ik ben hier aan de bar dit foto's aan het maken. Ik hoop dat ze echt mooi lukken. Oh, inmiddels heb ik hier een hele fotoshoot gehad en ik heb echt super mooie foto's ertussen zitten. Dus daar ben ik echt blij mee. Hey Hom, dankjewel hey Hom. Ze heeft me geholpen en ze heeft echt altijd heel veel geduld met mij. Maar ik trakteer jou altijd daarna, hè? Altijd. Maak zoveel foto's van jou. Dat is zo handig aan buitenlandse vriendinnen. Die kan je omkopen met eten. Ik was eigenlijk uitgenodigd om bij een restaurantje te komen eten. Maar het is inmiddels 4 uur. En dat lukt nou niet meer. Want het is eigenlijk een all-you-can-eat concept. En tussen 4 en 5 switchen ze van lunch naar diner. Dus zijn ze eigenlijk even gesloten. Dus we gaan nu gewoon weer naar Amara Coffee. Hoe verrassend. Miriam gaat weer naar Amara Coffee. Ik vind het gewoon lekker safe. Het is iets buiten de stad. En ja, lekker rustig. Ik kwam daar laatst wel op een zaterdag. Toen was het echt vet druk. En ik heb weer mijn favoriete broodje besteld. Broodje avocado met ei. Normaal gesproken kon ik zo'n broodje echt makkelijk op. Maar ik kreeg het gewoon echt niet op. Ik heb het niet opgegeten al. Nee. Waarom lach je dan zo stiekem? Waarom lach je zo stiekem? Gewoon omdat ik het moet melden. En dat je het moet melden dat ik een halve boterham had. Nee, ik vind het gewoon leuk. Laatst kreeg ik dus een DM, heb ik in het begin van de vlog ook gezegd. En dat heeft hij gewoon niet zeggen. Ik kreeg dus een privébericht van een klein meisje, van zo'n jong meisje. Van ja, jouw hele vlog gaat over eten. Ik word er helemaal misselijk van. Ja, als je niet van eten houdt, moet je naar mijn vlog kijken. Kijk, ik ben nu bij de kassa en ik ga stuk om deze dobbelsteen. Het is een dobbelsteen en op één
Aan één kant staat ik betaal, aan de andere kant staat jij betaal. Stuk is echt handig voor mij. Ik is echt stuk om die dobbelsteen, want eerlijk. Wij hebben altijd moeite met aan de kassa van wie er moet betalen. Nu hoef je nooit meer discussie te voeren wie er moet betalen. Ga gewoon dobbelen. Het is wel handig, eerlijk. Ik ben net aangekomen bij ons parkeergarage. Ik ga met mijn jurk doen, want mijn onderjurk is helemaal naar boven gekropen. Wat doe ik hier aankomen? Ik vind echt niet aan de hand met mijn jurk. Maar volgens mij mijn kont gewoon zeggen, what the fuck. Onderdoor allemaal. In ieder geval, toen ik hier net aankwam was een brandalarm aan. Dus ik schrok ervan. Ik dacht, snel naar huis. Maar toen ging die opeens uit. Ik heb net keihard lopen janken in de auto. En niet omdat ik verdrietig ben of zo. Nee, ik was wel verdrietig. Maar ik word altijd zo erg emo. Als ik Arabisch muziek opdoe en dan een liedje dat over Irak gaat of zo. Dan word ik echt kapot emo. Dan kan ik gewoon in mijn eentje hard gaan lopen janken. Gewoon. Ik kan er niet tegen. Wie heeft het nog meer? Ik denk dat Syriërs, Irakezen, Libanezen misschien het ook allemaal dat zo hebben. Ik ben daar gewoon heel erg gevoelig voor. I don't know. I was so sad, but I'm happy again now. Daarom luister ik eigenlijk echt nooit Arabische muziek. Want meestal begin ik met echt feestmuziek. Dus ik begon echt zo met Saria Sawas. Ik was kapot vrolijk aan het dansen, alles. En uiteindelijk eindig ik toch met Iraakse muziek. En dan wil ik meestal toch graag dat langzame, gevoelige muziek. Want de Arabieren gewoon super goed in de Irakezen al helemaal. Want ik voel die tekst gewoon. Die brandt gewoon in mijn hart. Die brandt in mijn ziel. Maar dan eindig ik daarmee. En dan look at me now. In ieder geval, over een uurtje komt mijn boodschappen er weer aan. en ik ben alleen thuis. Dus ik moest gewoon snel even naar huis. En ik heb ook heel veel van mijn katjes besteld. Lekker kattenmelk en voer en weet ik veel wat. Dus zij zullen ook echt heel erg blij zijn. Ik ga snel pyjama aan doen nu. Ik ben lekker weer in mijn warme huis. Hi! Hi Dinar! Hi Bibi! Waar kom jij vandaan? In ieder geval, ik heb een pakketje gekregen van Come Get Fashion. Dus ik echt helemaal bomvol. Dus ik heb besloten om daar een aparte shoplog van te maken. Leuk man, deze sok. Om daar een aparte shoplog van te maken. Dat lijkt me wel leuk. En dan doe ik het dit keer gewoon met een try-out. Met een try-on heet dat. Lijkt me leuk. Volgens mij zitten hier echt meer dan 20 artikelen in. Dus ik heb er zin in. En zo ziet je huis eruit als je 3 dagen ziek bent geweest. Dus dit ga ik nu even allemaal aanpakken. Inmiddels is dit een soort van schoon. Ik moet alleen 2 pannen nog schoonmaken. En nu even wachten. Hi Nina, kom even. Kom even beeld. Eindelijk weer met je met mij aan het knuffelen. Zo lekker. Ik wil zeggen. Ja? Ahadbitje, ben je een ahadbitje? Ik hou van jou, hè. Wat wil je nog meer zeggen? Oh, dit speelt zo goed trouwens. Ik heb niet zoveel te zeggen, schat. Oké, dan houdt het op. Hoe zit het dan? Ik ga mijn gesprek nu met jou beëindigen. Wat? Ja, het is al een gesprek van waarom? 19 minuten. Ik ben er een beetje klaar mee. Leuk, hè? Nee. Leuk, hè, praten met mij? Nee. Waarom niet? Ja, nu ben ik er wel een beetje klaar mee, Nes. Ja, heb je geen gespreksonderwerp meer? Mijn boodschappen komt zo. Ik wil nog even hebben over de klimaatveranderingen. Oh. Fucking hinderlijk. Doei! Oh, wat trouwens? Ja? Mimi? Ja? Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Oké, ik jou ook. Ja. Er waren heel veel mensen in de comments die ook buizen graag uitknijpen. Ja, godverdamme. Ik vind dat we een meet and greet moeten doen met iedereen. Gaan ze allemaal uitknijpen. Doe normaal. Oké, dag! Okay. Love you, hè! Love you, hè! Dag! Love you, doei! Nou, jongens. Kijk eens wat er weer binnen is. Boodschappen. Ik heb het gevoel alsof we elke keer meer bestellen. in ieder geval, ik ga als eerst mijn katjes lekkere dingetjes geven. Ik koop tegenwoordig deze. Nou, niet. Nesme heeft deze dus gekozen, blijkbaar. Dit is niet wat ik normaal gesproken uitkies. Want ik moet dus voor de gevoelige
maag kiezen. Gevoelige maag en darmen voor Lira. Anders gaat ze weer overal lopen kotsen. Even kijken. Jee, ik heb gevonden waar ik naar op zoek was. Kattenmelk. Ik ga jou voor het eerst kattenmelk geven, Dina. Dat heb je nog nooit gehad. Oh, wat lekker. Wat lekker. Je nog even brokjes geven. Een tijdje geleden zouden ze nooit naar elkaar eten of drinken. Maar kijk ze nu. Na een paar maanden. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ah, kijk mijn fruitmandje. Kijk, kent iemand deze fruit? Kijk hoe schattig het is. Het lijkt op mini sinaasappeltjes. Maar ik vind het eerlijk gezegd een beetje apart smaken. Je moet het dus opeten met de schil. Ik weet niet, ik moet er nog even aan wennen. Maar ik ga zo nog even een paar vijgen opeten. Ik vind het zo lekker. Oké, ik ga nu even denk ik een inpansgerecht maken. Zodat als Nessie thuis komt hij eten heeft. En dan hij morgen ook nog daarvan kan eten. Aangezien ik echt... Nee, ja, amper voor mezelf koken, want ik eet gewoon lekker salades en zo. Dus dan hoef ik ook geen rekening mee te houden. Met Nessie heeft hij wel gewoon eten. Dus dat is wat ik nu ga maken. Ik ben aan het twijfelen of ik nou nasi of bami ga maken. Of pasta. Moet ook wel een beetje gezond zijn voor hem. Ik ga even mijn haar vast doen en dan ga ik beginnen met koken. Daarnaast ook even een salade maken voor in de koelkast. En ik ga een hamprei salade maken met kalkoenham. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken, want ik heb het eigenlijk nog nooit eerder gemaakt. Maar ik zie het wel eens voorbij komen op internet als ik naar recepten zoek. Dus ik ga hiervoor vandaag. Kijk jongens, dat is het eindresultaat. Het ruikt echt super lekker en het smaakt ook echt goed. Ik ben hier echt blij mee. En dit is mijn eenpansgerecht. Vraag me niet wat ik heb gemaakt. Ik heb gewoon alle kruiden en groenten en alles erin gedaan wat ik zelf lekker vind. En het is eruit gekomen. Ik ben inmiddels onderweg naar huis, dus ik ga even een frisse salade maken voor bij de rijst. Want die is best wel gekruid. En dan ga ik denk ik even, even voor de tv series kijken samen. En dan gewoon naar bed, wat een rotvlog was dit zeg. Ik ga even dus snel een salaatje maken. Nessie is bijna thuis en zijn eten staat inmiddels klaar. Ik heb die ham prijssalade gemaakt. Een frisse salade en die eenpansgerecht waar ik het over had. En hij komt nu eigenlijk gewoon binnen 10 seconden. Hoi Mimi. Hey Dinar. De Big Fat Cat. Hallo. Hey. Eten staat klaar. Mensen worden dat hoe ik thuis kom nu. Waar is de andere skinny cat? Die is gewoon hier aan het chillen. Oh, op een spieper. Hier. Hey. Lira, moet je niet hoi zeggen? Hey, papa is thuis, papa is thuis. Altijd lekker. Ja. Heb je alles geproefd? Alles geproefd. Alles lekker? Top. Heerlijk, vooral die ham. Jongens, ik ben zo trots op mijn katten. Hier had ik van kunnen dromen een paar maanden geleden. Wat zijn jullie aan het doen met elkaar, joh? Met lief. Kijk, die nou is helemaal aan het genieten. Oh, lekker zeg. Oh, lekker. Inmiddels is het... Nee. Inmiddels... Ga je hem exposen? Nee. Hou eens op, man. William is niet zo gezellig, hoor. Nou ja, nee, zij kiest gewoon films uit die ik niet wil zien. The Hangover, what the fuck, wie kijkt dat? Nessie is... Wat doe jij? Wat doe jij? Niks, ik ben gewoon chill, what the fuck. Nessie is boos omdat ik niet meekijk naar zijn film. Oh, toch gewoon. Nee, ja, maar hij is boos omdat ik niet meekijk naar zijn film. Maar ik ga zo mijn vlog editen. Wat doe jij? Wat jij? Doe nog een keer. Doe nog een keer. Nee, dat is lelijk. Nee, doe nog een keer. Luister dan. Ja. Oh, nu ben je op ons anders. Als je een beetje klaar bent met je social media, kom gewoon lekker knuffelen bij mij en dan gaan we een film kijken. Maar ik ga niet de Hangover kijken. Hangover is echt leuk. Nee, het is echt Het gaat over leuk. Trouwen en zo.
Het is een romantische comedy. Hoe vaak heb je die gezien? Eén keer. Zeg gewoon dat ik heb één keer gekeken. Volgens mij heb ik één keer. Nessie heeft altijd de gewoonte om films gewoon 10 keer opnieuw te kijken. Ik heb daar geen zin in. Nee, maar ik ga zo even een vlog editen en daarna ga ik slapen. Katje. Oh mijn god. Dus ik ga hier bij de vlog afsluiten en dan zie ik jullie morgen wel. Weer. Ik wil gewoon even mijn wenkbrauw hier, what the fuck. Laat je wenkbrauw zien dan. Zo, mijn wenkbrauw is gewoon netjes hoor. Oh, netjes een boy. Ik heeft laatst mijn wenkbrauw gegeven. Je exposed gewoon jezelf. Ik ga sorry hoor, maar het is gewoon normaal. Ik heb fucking unibrauw man. Oké, okay, zeg maar doei. Tot morgen. Doei. Wat gaan wij morgen doen? Wij gaan morgen de kerstboom halen. Ja, het is een nippel.